In a rare card, Doomcaller. Oh. 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 Holy moly. Dit is een leuke kaart. The Battlecry. Gives your Seatongue 2+2, wherever it is. If it's dead, shuffle it into your deck. Ofwel, als hij al dood is en je hebt hem nog, dan krijg je hem weer terug met deze kaart. Wauw. Een goedemiddag allemaal en welkom bij een aflevering van Hearthstone. Ik ga dit keer niet een potje spelen. Ja, misschien wel straks. Maar ik ga jullie laten zien. Er is een nieuwe expansie gelanceerd. The Whispers of the Old God. Old Gods is gelanceerd. En ik heb een aantal packs gekocht alvast van tevoren. Dat zijn er 50. Ik heb net een dingetje gekregen dat ik er 3 bij heb. Dus 53 packs. Ik denk niet dat ik ze allemaal ga openen. Alle 53. Maar ik ga er wel een aantal openen en kijken wat voor kaarten daaruit komen en jullie er een beetje door meenemen. Dus let's go! En we hebben ook trouwens twee nieuwe spelmodus. De standaard spelmode. De speelmode. En we hebben de wild speelmode. Bij de wild speelmode zijn alle kaarten er nog, zitten alle kaarten er nog in. En bij standaard alleen de laatste expansies van de laatste paar twee jaar, geloof ik, en alle andere dingen en alle basiskaarten. Zoals je ziet, new way to play standard. In standard only the newest cards can be used en de basiskaarten. En dan hebben we de standaard Year of the Kraken. These cards can be used in standard chain. In the standard change each year. Oké. Okay. Dit is de standaard modus. En dan heb je de wild modus. En in de wild modus kan je alle kaarten die er tot nu toe zijn gebruiken. Dus ook alle nieuwe, maar ook alle oude kaarten. Waar staat nu? Standaard. Kijk, hier staat het nog een keer. Only basic, classic and the last 2 years of cards can be used. And in wild, all cards can be used. Nou, je snapt natuurlijk dat sommige mensen in de standaard gaan spelen. En dit is dan wat meer voor de nieuwe gebruikers. Omdat die de basiskaarten, de classic kaarten krijgen en opbouwen. En de laatste kaarten. En iemand die het al heel lang speelt en die dus al een bepaald deck heeft opgebouwd. Die zal dus meer gaan voor de wild kaarten, voor de wild kant. Want dan kan hij alle kaarten gebruiken. Dus ook kaarten die in standaard niet gebruikt kunnen worden. We gaan het zien. Try switching to standard. Kijk, standard. Special quest. Win 2 games in the standard mode. En dan krijg je nog een keer 5 packs. Nou, oké. Okay. You have no standard deck, so create one. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we straks doen. Want ik ga eerst een paar packs openen. So let's go open some packs. Kijk. Chichung, die heb iedereen. En deze deal damage equal to this minion's attack randomly split among the enemies. Oftewel, hij doet sowieso 6, nu al 6 damage tegen een elke random enemy. Dus die hebben we in ieder geval. Kijk, 53. Nou, dan gaan we de eerste eens openen en kijken wat eruit komt. Dit is de Overwatch background. Dit is een gewone kaart. We zullen zien wat het wordt. De Wind Fury. Oftewel, deze 7 drop kan je 2 keer gebruiken. Doordat hij altijd 2 beurten heeft in 1 beurt. 2 keer mag aanvallen in 1 beurt, laat ik het zo zeggen. De volgende, de Psychotron. Je hebt de bij de Gnomes en Goblins en Gnomes heb je de Annoyatron. En dit is ongeveer dezelfde. Hij heeft ook Taunt en Divine Shield. Deze hij doet alleen iets meer damage. En hij heeft ook een iets grotere mana kost. Nou.
Dit is A Light in the Darkness. And then discover a minion and give it 1+1. Oftewel, als je je special ability gebruikt, dan krijg je een, kan je kiezen uit 3 minions. Daar kan je er één uit kiezen. En die geeft hij dan ook nog een keer 1+1. Een leuke kaart. Dit is een rare. Een rare card. The Darkshire Librarian. The Battle Cry. Dat is dus iets wat hij gelijk aan het begin doet. En discard a random card. Dus één van je kaarten verdwijnt. En aan het eind, als hij doodgaat, dan krijg je dus draw a card. Dus krijg je er weer een kaart voor terug. Kan handig zijn, kan ook heel fout aflopen. Niet altijd even een wijze keuze om te maken. En dan heb je de Evolved Kobold. En die doet een spell damage van +2. Dus als je spells opgooit en er zit een attack in van 4, dan krijg je er +2 bij, dus doet hij een attack van 6. Een Fireball bijvoorbeeld doet een attack van 4 en krijgt er dus 2 bij, 6. Dat was de eerste pack. We gaan door met het volgende pack. Kijk wat we hebben. We doen deze. A Taunt. Nou, oké. Okay. Redelijk, deze moet altijd eerst aangevallen worden. Een 2, 4, ja, redelijk. Een rare. The Servant of Jogg-Saran. Cast a random spell that costs 5 or less. Target chosen randomly. Oké. Okay. Dus hij doet een random spell. Maakt niet uit welke. Die doet hij gewoon, kost 5. Die 5 of meer, minder kost. En doet het op elke minion die hij tegenkomt. Behalve de Yveen zelf. The South Sea Squidface. Hey, dit lijkt op... hoe heet die van... Pirates of the Caribbean? Ja, die. Death Rattle. Give your weapon a +2 attack. Oftewel, en als hij doodgaat en je hebt een wapen, dan geeft hij die +2 attack. Nou, leuk. The Ravaging Ghoul. Battlecry, deal damage. Deal 1 damage to all other minions. Oftewel, alle minions die op het bord liggen, als deze doodgaat, krijgt 1 damage. Dat kan heel goed uitpakken als je bord leeg, als jij jouw kant leeg is en zijn kant nog niet. Dat kan ook heel fout aflopen. We weten het niet. En dan hebben we nog een keer de Grotesque Dragonhawk met een Wind Fury van en een +5. Wel 7 mana kost die. Leuke kaart, om het zo maar te zeggen. We beginnen verder. Feral Rage voor de Druid. Choose one. Give your hero +4 attack this turn or gain 8 armor. Dan krijg je een keus bij deze. We geven je hero 4 attack. Dus kan hij 1 keer met +4 aanvallen. Of geef je hem 8 armor. Dus geef je hem nog een keer een extra bescherming van 8. Wow, leuke kaart. Nog een keer. Ja, oké. Okay. Wat hebben we hier? Primal Fusion. Give a minion +1/+1 for each of your totems. Dus als je... Als shaman kan je dus met je special ability totems maken. Dan kan je er dus, als je er dus 2 hebt liggen, krijgen ze dus +1/+1. Nou, niet slecht. Zou leuk zijn. Kan een leuke kaart zijn. Weer een rare. The Cult Sorcerer. Spell damage +1. After you cast a spell, give your... Kijk. En hier komt hij. Give your Seatung a +1/+1. Wherever it is. Dus als jij deze kaart hebt en je hebt je Seatung in je deck zitten, maakt niet uit of die nou op het bord ligt of dat die nou in je hand zit, of zelfs nog in je deck zit, krijgt hij dus gewoon +1/+1. Hij heeft al 10 aanval, 10 verdediging. Dan krijgt hij dus +1/+1. Maar elke keer nadat je een spel cast. Dus... Al doe je er 4 en deze blijft op het bord liggen, 4 spels en deze blijft op het bord liggen, dan krijgt hij dus +4/+4. Zo loopt het, kan hij aardig oplopen. Dus een hele mooie kaart, Cult Sorcerer. Ik hoop dat ik die nog wel vaker tegenkom. Dan krijg je de Naburian Prophet. At the start of your turn, reduce this card's cost by 1. Oftewel, als deze in je deck zit en hij is nu +6, dus elke keer
Als die in je hand ligt, wordt die 1 minder. Dus na 3 beurten is hij 3. Kan je hem nog opgooien. Mooi, leuke kaart. Kan er ook heel leuk uitpakken. Dat waren de eerste 3 packs tot nu toe. We gaan er nog een paar openen. En ik ga deze video denk ik niet te lang maken, ik weet het niet. Een epic. The Eternal Sentinel. Overload. Battlecry. Unlock your Overload Mana Crystals. Een shaman kan Overload doen. Dus dat betekent als hij 2 crystals hier beneden heeft, 2 mana crystals. En dan gooit een overload van plus 2 op. En je gooit daarna deze op. Dan ben je al je overload zo kwijt. Leuke kaart. Ah, de Shatter. Je hebt Frozen. Destroy a Frozen Minion. Ja, kan wel eens een leuk spel zijn. The Spawn of Nzut. Nzut. Death Rattle. Give your minion 1 plus 1. Dus als deze doodgaat en hij ligt op je dek, dan krijg je plus 1 plus 1. Mooi. Kan nog wel eens leuk uitpakken. De Zot First Mate. Wie is een Zot? Een Battlecry. Equip 1-3 Rusty Hook. Oké. Dus dan krijg je een wapen. Een Rare. The Midnight Drake. Battlecry. Gain plus 1 attack for each other card you hold in your hand. Dus 5 kaarten in je hand hebt, wordt dit dus plus 5. Dus krijg je 5 of 6, 4. Leuke kaart. Kan heel leuk zijn. Even verder. De Billafin Tidehunter. All classes. Battlecry is een Murloc. Summon een 1 plus 1 ooze with taunt. 1-1 ooze plus taunt. Ja, mooi. Stand against darkness. Summon 5 Silverhand recruiters. Oeh. Je had een kaart waardoor je er 2 kreeg. Nu heb je een kaart waardoor je er 5 krijgt. Ja. De Rare. De Rallying Blade. Paladin, Battlecry, give 1 plus 1 to all to your minions with Divine Shield. Dus je een aantal minions hebt met Divine Shield, krijgen ze allemaal 1 plus 1. Oeh, Golden. Oh, Legendary. Nate the Drakefisher. Ah, je hebt een andere kaart. En die heet was ook een visser. Ik weet niet meer hoe die heet. Die geeft, zegt van, je hebt 50% kans dat je een kaart erbij krijgt. En hier is het precies hetzelfde, alleen die had geen attack. Deze heeft wel plus 2 attack. At the start of your opponent's turn, dus hebben zij extra kans om een kaart te krijgen. 50%. Is dat dan een goede kaart? Denk het niet. Ik zou hem niet in mijn deck stoppen, want je geeft de tegenstander een kans om een extra kaart. Tenzij je een fatigue deck aan het spelen bent, dan kan het wel eens een hele leuke kaart zijn. Dat weten we niet. Divine Strength. Give a minion plus 1 plus 2. Ja, kan nog wel eens goed uitvallen. Op naar de volgende kaart. Wat hebben we hier? We hebben hier de Spawn of Nazut. Nou, heb ik net gezien. De Dark Arakoa. Dat is een taunt kaart. Battlecry gives your sea tongue plus 3 plus 3. Wherever it is. Oeh. Deze is echt. Samen met die sorcerer. Kan het wel eens heel leuk uit gaan vallen. Dus die gaat zeker in een druid deck. Nou, hier heb ik er weer een. Nu heb ik er 3. Dus kan ik er eentje straks wegdoen. Weer een rare. Journey Below. Discover a Death Rattle card. Voor een rogue. Oké. Deze nog. The Cult Apothecary. For each enemy minion, restore 2 health to your hero. Oké.
Dus als, je, als hij er 3 op het bord hebt liggen, dan krijg je plus 6 health terug op je hero. Dat kan wel eens heel leuk zijn. Verder met het volgende pack. We openen er nog 7 en dan zitten we op de... Heb ik er 13 geopend, dat heb ik er even gemist. Dan kunnen we de volgende keer gaan we een deel 2 doen. We gaan er even wat sneller doorheen. De Cheetang Chosen. Kijk, deze doet het ook nog een keer. Divine Shield Battle Cry. Give your Cheetang +2/+2 wherever it is. Oeh, leuk, leuk, leuk. En er gaan heel veel decks gebouwd worden om deze Cheetang heen. De Poisoned Villager. Death Rattle. Summon a 1/1 Shadow Beast. Ja. Weer een rare. Wat hebben we hier? Eater of Secrets. Oh. Kijk. Als jouw enemy namelijk secrets heeft, dan kan je deze opgooien. En destroy all enemy secrets and gain 1/1 for each of them. Dus elk secret, dat elke geheim dat jouw tegenstander heeft, haalt hij neer. En geeft hij 1/1 voor. Mwah. Leuke kaart. De Polluted Hoarder. Hetzelfde als de Loot Hoarder. Je krijgt een kaart. Deze bij die andere ook als je dood gaat. Deze is alleen, kost alleen wat meer. En kan ook meer damage doen. De Eldritch Horror. All classes. 16. Ja, doet voor de rest niets. Maar is een leuke kaart. We gaan door naar het volgende pakje. Duskbore. Oké, ja. On the hunt for the hunter. Deal 1 damage. Summon a 1/1 Mastiff. Oké. Rare. Evolve for the shaman. Transform your enemy minions into random minions that cost 1 more. Oh, kijk, dat zijn leuke kaarten. Dus als je een 3 op een 3 legt en je gooit deze erop, wordt het sowieso eentje die 4 waard is. 4 mana kost. Ja, die Evolved Goblin hebben we hem weer. En de Demented Frostcaller. After you cast a spell, freeze a random enemy. Kunnen er nog eens leuke decks uit ontstaan met deze kaarten. Verder de Feral Rage. Die hebben we gehad. Een Twilight Darkmender. If your Cheetang has at least 10 attack, restore 10 health to your enemy. Of to your hero. Oké. Nou, geinig. Give a minion 1/+. Of give a minion +2/+6. Wow. Geeft een leuk effect. Twisted Worgen, Stealth. Oké. Die is dus, zoals hier staat, cannot be attacked or targeted until it deals damage. Dus voordat jij met deze aanvalt, kan niemand deze aanvallen. En nummertje 4 van de spawn, Nezot. Die gaat echt weg. En nu op 2 weg, die. Ik bedoel, kijk. Oh, Legend. Sogoth the Slitherer. Het is een taunt. Cannot be targeted by spells of hero damage. Of hero power. Leuk kaartje. Rare. A Disciple of Satung. Deals 2 men damage and gives your Satung 2/2. Ooh, wherever it is. Ai ai ai. Ooh. Epic. Forbidden Flame. Spend all your mana, deal that much damage to a minion. Ja, oké. Kan heel handig zijn. Kan ook niks uitlopen. Nog een epic. Nog een keer de Forbidden Flame. En wat hebben we hier? Een Nerubian Prophet. Nou, oké. Hebben we gezien. Zullen zien. De Grotesque Dragon Hawk. Die hebben we al gezien. De Tentacle of Nezot.
Death Rattle, als die doodgaat dus, deals 1 damage to all minions. Ja. En dan hebben we de Evolved Goblin, alweer. Die gaan we to dust maken. De Faceless Summoner. En die heeft een battlecry van Summon a Random 3 Cost Minion. Oftewel, als je deze opgooit, komt er gelijk, krijg je gelijk een 3 mana kostende kaart erbij. Voor niets. Voor niets. En een rare. De Slithered Swarmer. Can only attack if your hero attacks this turn. Oké. Okay. Ja. Heb je er dan wat aan? Dus alleen jouw hero kan aanvallen. Als jouw hero aanvalt, maar dan moet hij dus een wapen hebben. En dan kan je hem in je dek stoppen. Dan kan hij aanvallen. Ja, misschien wel, misschien niet. Dat is even de vraag natuurlijk. En een warrior zou makkelijker gaan, denk ik. Infested Tauren. Een taunt. En een death rattle. De death rattle is summon as 2+2 slime. Oké. Okay. De hooded alkalite. Whenever a character is healed, give your Cheetung +1/+1. Dit is als je priest hebt, priest deck. Dus die Cheetung die kan echt overal bijna in. De Amgam Rager. Nee, is niet echt dat je zegt van de leuke kaart. Ja, heeft 1 attack. Weer een rare. De Corrupted Seer deals 2 damage to all non-Murloc in minions. Ja. Geinige kaart. Dan hebben we weer de Amgam Rager. Het laatste pack voor nu. We gaan zien wat het wordt. Kijk, ik ben nu 21 minuten bezig. Ja, dat is wel het laatste pack wat ik doe. De Tentacle. Weer een rare kaart. Doomcaller. Oh. Oh. Oh, holy moly. Dit is een leuke kaart. The Battlecry. Gives your Cheetung 2+2, wherever it is. If it's dead, shuffle it into your deck. Ofwel, als hij al dood is en je hebt hem nog, dan krijg je hem weer terug met deze kaart. Wauw. Gave kaart. Dit wordt echt een waanzinnige kaart om erin te stoppen. The Bloodhoof Brave. Taunt. Enrage. En enrage +3 attack. Dus als deze aangevallen wordt, hij heeft 2 damage. Dan krijgt hij in 1 3 attack erbij. Geinig. De Bog Creeper. Dat is ook een taunt. Oftewel, deze moet altijd eerst als eerste aangevallen worden. En dan hebben we deze nog. De Shatter. De Freeze. Destroy a Freeze Minion. Oké. Okay. Nou. Aardige kaartjes. Ik doe de volgende pack opening zo snel mogelijk. En dan gaan we weer verder met een nieuwe. Want ik moet er 40 door openen. Dus het zijn er nog aardig wat pakjes. En ik heb er nu 13 geopend. En ik ben nu een half uurtje bezig. Ik kom dat ik bijna alle kaarten even benoem. Dus we gaan het zien. Ik zou zeggen, vind je hem leuk? En moet ik meer packs openen? Duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Hearthstone. En dan gaan we nog meer packs openen. Of we gaan even verder met gewoon in spel. Het spel Hearthstone. Dus ik zou zeggen, abonneer op ons kanaal en de groeten.